Ja, we hebben het allemaal gezien, dat moment. Van die Buska Glee, hup, die steekt zijn been uit. Die Desti gaat er overheen. 1000% strafschop. Nee, daar zit ene Bas Nijhuis. Die is de VAR. Nou, wat die daar heeft zitten doen, die vond het geen strafschop, Bas. Hé, hey Bas, waar heb je naar zitten kijken? Weet je wat we doen met jou, Bas? Geen VAR meer. Afgelopen, niks meer VAR voor Bas Nijhuis. In het vervolg ga jij op zondag gewoon leuk een puzzelroute doen, of weet je, zo'n puzzeltocht. Of je gaat lekker naar de dierentuin. Maar je gaat niks meer VAR voor die Bas Nijhuis. En dan die Björn Kuipers, zeg. Die gaat dan, die mag dat dan ook na afloop bekijken. Die kijkt naar dat moment, hè, wat we allemaal kennen. Uitgestoken been, hup, daar gaat die Dest. En wat zegt die Kuipers? Als ik er zo nu naar kijk, hè, dan gaat mijn voorkeur uit naar een penalty. Björn Kuipers, wat is dit voor gewauwel? Hou toch op, man, met je voorkeur voor een strafschop. Nee, wat is dit voor een misplaatste arrogantie? Alsof jij de wijsheid hebt. Halve garen. Ben je nou helemaal gek geworden? Het is een penalty. Punt. En dat hoor jij te zeggen. Jij zegt gewoon, als ik zo naar die beelden kijk, dan is het gewoon een strafschop. Ik heb geblunderd. Punt.